Kostas Lamproe, voor jou zou het ongetwijfeld een hele mooie overwinning zijn. 2-3 hier bij FC Dordrecht. Maar hier waren ze ja, vooral ook kwaad om een moment met Groothuizen vlak voor tijd. Ze schreeuwden hier om een strafschop. Wat gebeurde er volgens jou? Nou, het was duidelijk geen strafschop. Ja, daar kwam een diepe bal, die stuit hoog. En op het moment dat hij inloopt, ja, ik loop uit. Ik blok vol met mijn handen de bal. Ja, daarna kletsen we tegen elkaar, waardoor hij volgens mij ongelukkig kwam op de grond. Weet je, ik heb ook op dat moment met de spelers van Dordrecht gehad op veld. Ik zeg, jongens, ik zeg echt eerlijk zijn. Ik raak hem wel, maar eerst blok ik vol de bal uit, waardoor zeg maar, de botsing uitkomt. En ja, het is gewoon een ongelukkig moment voor hem. Maar zoals ik zei, in mijn ogen en ook veel spelers van Dordrecht zijn gewoon, hebben ze normaal gereageerd. Dus ja, ik kan daar niks aan doen. Ik wil de jongen natuurlijk niet geblesseerd de veld uitsturen. Maar ja, voor ons waren het belangrijk 3 punten. Ja, niet goed gespeeld, vind ik. We zijn slordig begonnen, waardoor Dordrecht op 1-0 kwam. Nou, gelukkig konden we dat geloof ik binnen een minuut herstellen. We stonden op 1-2. Ja, tweede helft hebben we vaker gehad dat we ook niet scherp genoeg beginnen. Dan krijgen we die 2-2. Achter de oren en ja, gelukkig blijft het rustig daarin. Dordrecht die heeft ook niet echt kansen gecreëerd. Alleen van de flanken waar ze zeg maar, ons zeg maar pijn wilden doen. En ja, gelukkig maken wij de 2-3 en dan kunnen we die mooi over de streep trekken. Vind je het uiteindelijk een verdiende overwinning? Ja, ik vind van wel, want we waren zeg maar, de partij met die initiatief had de hele wedstrijd willen voetballen. En ja, Dordrecht was heel vaak eigen helft. En kwamen ze uit gevaarlijk wel met de counters. Zeker aan hun linkerkant met Andreas Kalkan, die behoorlijk snelheid heeft. Maar ja, in mijn ogen was ja, dikke overwinning. Natuurlijk zou ook een gelijkspel kunnen eindigen. Maar ja, niet super goed gespeeld. Maar ja, op dat moment tellen 3 punten. Dus we zijn heel blij mee. Uiteraard herkennen we jou van je tijd bij Feyenoord, daarna Willem II. Hoe vind je het nu om bij Ajax te spelen en voornamelijk in de tweede helft al? Ja, ik pak mijn minuten bij Jong. Het is gewoon ja, een fantastische ervaring om zo'n grote club te zitten. Ja, elke week zit ik op de bank, dus ik hoor bij één. Altijd ga ik mee. Dus, ja, en als na de wedstrijd zondag de trainers komen melden dat ik maandag moet spelen, dan doe ik dat met alle plezier en probeer voluit te spelen en Jong Ajax te helpen voor de titel. Volgens mij was het je 8e wedstrijd ongeveer dat je gespeeld hebt voor Jong Ajax. Jullie zijn volop in de race voor de titel, maar je mag natuurlijk niet promoveren. Hoe moet ik dat voor me zien als Jong Ajax kampioen wordt, wat huldiging betreft of wat feest betreft? Hoe zal dat dan gaan? Ja, gewoon een normale feest. Je wordt gewoon kampioen. Alleen ja, je mag niet promoveren. Dat is de afspraak ook. Ja, het zou natuurlijk eens een beetje raar dat je niet promoveert als je kampioen wordt. Maar het is een eerbetoon voor de jongens, voor de jonge talenten die heel goed doen. En ze laten zien gewoon wekelijks dat ze mee kunnen voetballen in de Jupiler League. Ja, goed voor de jeugdopleidingen. En ja, we weten allemaal dat in Nederland algemeen is het supergoed dat er nieuwe talenten uitkomen. Ja, en deze jongens hebben heel veel potentie om Ajax heen te halen. Dus het is super leuk om daar mee te kunnen doen af en toe. En te kunnen zien hoe die jongens ontwikkelen. En je hebt het zelf naar je zin, dus hoor ik. Ja, klopt.